Een hallo daar mensen van DusDavidGames. Hippakees en welkom bij deze aflevering van de Pokémon HeartGold Nuslokken. In de vorige aflevering hadden wij gedaan... I don't know. We hadden iets gedaan, ik heb geen idee wat we precies hebben gedaan. We hadden deze hele Team Rocket bullshit gedaan. Ik ga er even wat beter voor zetten. Want anders kan ik niet goed Pokémon spelen. Wacht even. Je denkt, Kees, wat bijna aan het doen? Nou, het is lui. Luie zondag. Dus vandaag. En dan heb je altijd zo'n heel mooi deken. En dat heb je dan over je heen. Maar je hebt dan zo'n rijstoel. Met van die wielen. En dan die wielen, die gaan dan over dat dekentje heen. En dat is eigenlijk fucking irritant. Dus daarom heb ik nou de rijstoel even van iets. In ieder geval, let's just continue with Pokémon. Oké, wat we moeten doen. Dit zijn 3 Pokémons. 3 Electrodes. En dan moet je dan tegen battelen, maar natuurlijk kunnen we daar niet een Dewgong of een Krabsalon voor inzetten. We zetten daarom ook daarvoor Noodle in. Noodle nog een keer getraind ofzo, heel even, maar hij heeft wel swag. Hij heeft magnitude en rock blast, rollout, allemaal die shit. En die gaan we er dan ook goed voor inzetten. Ik weet niet eens wat ik wil zeggen. Noodle, go! Let's just do this! Noodle is in the house. Tegen een Electrode van level 23. Was hij niet eerst level 30? I don't know. I don't care. And I don't care. I love it. Oké, let's do this. We doen gewoon magnitude. Dat is de aanval. Headed Screech. Ik zet trouwens niet een andere Pokémon in. Als Krabsalon of Dewgong. Dat is best wel logisch voor veel mensen. Maar ik zal het even uitleggen voor de mensen die het niet snappen. Want Electrode doet donderaanvallen en self-destruct. En dan heb ik geen Pokémon straks meer. En dat zou ik heel erg balen, want dat zijn echt awesome Pokémons. Ik bedoel, hoe kan ik nou zonder Krabsalon leven? Het is de enige echte Krabsalon. Hoe kan ik daar nou zonder leven, mensen? Dat is niet mogelijk. Net hetzelfde als voor Dewgong, waar ik nog steeds geen naam voor heb geselecteerd. Maar dat maakt dan ook hopelijk verder niet uit voor de mensen die kijken. Oké, nog een Pokémon, nog een Electrode. Niet heel veel anders, precies dezelfde. Oh nee, het is weer een Electrode. Die had ik niet verwacht, man. Ha, nee, dat zag ik echt niet aankomen. Kijk, zo'n ding is dat dan. Oké, dan doen we gewoon weer magnitude. En dan, terwijl we magnitude doen, nemen we even een slokje drinken, want ik heb dorst. Ah, heerlijk. Heerlijk uit Dr. Pepper. Dr. Pepper. Gelukkig zit er geen peper in mijn Dr. Pepper. Want dat zou toch wel eventjes heel vervelend zijn als er peper in mijn Dr. Pepper zit, want de peper in mijn Dr. Pepper is niet lekker. Denk ik. Ik zou het niet weten, ik heb het nog nooit geprobeerd. Het is niet dat ik kan zeggen van, dat heb ik een keer geprobeerd, dat peper en Dr. Pepper is echt fucking lekker. Maar ik ga ervan uit dat het niet heel lekker is. Dan wordt het echt een beetje pittig ofzo. Of pittig, peper. Wordt het peperig. Ja, heet, peperig, niet lekker. Ik heb wel een soort grap uitgehaald bij mensen, weet je wel. Dat is dan 1 april en dan gooi je dan zout en peper in iemand drinken. En dan drinken ze het zo en denken ze... Dit smaakt anders dan wat ik had verwacht. En dan heb je er peper in gedaan, en zout. Dat heb ik zelfs een keer bij mijn ouders geflikt. Ik weet niet eens of ze het weten. Dat is echt heel slecht, dit. Dan zegt van, dat klinkt wel lekker. Ja, en toen zat ik zo... Laughing intentionally van... They don't know a thing. Even een lamp aan. Dat verandert niet heel veel. Mijn schermen zijn gewoon uit de vuil. Wow, vuil. Oké, ik ben klaar. Lance, waar ben jij? Ben jij ook klaar, Lance? Lance? En daar heb je hem. Ik was eerder, Lance. Oh, dat vreemde signaal is eindelijk gestopt. De leek zou weer goed tot normaal moeten zijn. Je bent de beste. Yay. Laat me je ook bedanken dat je moet dit nemen. Ik heb het hier gevonden en ik kan het niet gebruiken. We hebben HM05. Wat doet HM05? Dat is Whirlpool. Als je de Pokémon leert, dan kunnen die over het water. Maar... vergeet het niet, je kan hem alleen gebruiken uit een gevecht als je de badge hebt van de Mahogany Gym. Barry, jouw missie op het bekomen, op het worden van de Pokémon Champion is lang en moeilijk. Weet je dat? Wil je nog doorgaan? Ja, ik moet het spel spelen. Ik bedoel, als ik nou zou zeggen, nee, ik kan niet doorgaan. Zeg je dan, oké, doei, dat is je game. Game over, punt. Nee, je moet door blijven gaan natuurlijk. Ik zie, nee, je hebt gelijk. Ik zou ook niet zo snel opgeven. Oh, oké, dus het spel neemt het automatisch aan dat ik verder wil spelen. Nou, leuk spel. What you do this game. En dan rent hij weg, hè. Ik wil je graag nog een keer zien. En dan ren je weg. Nou, lekker aardig ben jij, Lance. Een hele vriendelijke meneer bij jij, Lance. Met je Lance. En dan doen we dit. En zijn we er. Trouwens, iemand zei hè. Als je dan naar de computer gaat van die scientist. Kijk, normaal moest je dan hier allemaal voorbij lopen. Maar hier heb je dus de computer van de scientist. Dat zegt, zei een random kijker. Dat is hier zo. Dat heb ik nooit geweten. En ik weet niet eens of het waar is, maar ik wou het even uittesten. Oh, ja. Er is een secret switch. En die kan dan uitzetten en dan komen die standbeelddingen niet meer. Dan gaat het alarm niet meer af. Oh, dan kan ik weer even alle dingen halen hier. Zoals een hyper potion. Er ligt volgens mij ook nog een nugget. Een kip nugget. Ik bedoel, hé, dat wil je. Even zien. Dan hier, als het goed is, heb je nog een nugget. Of zo, hier toch? Is dat een nugget? Ja, een nugget. Ik wist het al. Ik heb het spel vaker gespeeld. Oké, nou, we hebben dus alle items. We kunnen hier terug. Dit ding doen. Oké, let's do this. We kunnen naar de Mahogany Gym. We moeten direct naar Golden Rod. Ook. Wat gaan we eerst doen? De Mahogany Gym of de Golden Rod City? Ik denk dat eerst de Mahogany Gym handig is. Is dat iets voor deze aflevering? Ik heb geen idee hoe lang zijn we al bezig. Wel eventjes. We kunnen de helft van de Mahogany City Gym doen. En de andere helft doen we dan de volgende keer. Hey. Zo doen we dat. Dan doen we die zieke cliffhangers. Wauw. Ja, ik hou van cliffhangers. Ik hou echt van cliffhangers, mensen. Dat vind ik echt awesome. Oké, we gaan Barry Please voorop zetten. Dit is een ijstype gym. Maar heel veel ijspokémons zijn ook deels water. Dus we kunnen ook nog uitswitchen naar Krabsalon of Dewgong. Maar Barry Please gaat voorop, want Barry Please is de sterkste van het team. Hij is de baas. Oh, ik ben zo blij dat ik Barry Please heb. Oh, de gym is anders, dat is waar. Oké, ik vind het helemaal goed. Hoe werkt het? Ik moet die kant hebben. Als je bij Pryce wil komen, onze gymleader, dan moet jij denken voordat je gaat skaten. Oké. Ik denk nou en dan ga ik skaten. Wow, so much. Ja man, met je Diana, hey, dat is een League of Legends champion. Oké, ze zetten Jinx in. Ik zet gewoon Barry Please in. Nou, het is oké. We doen gewoon een fire punch en dan kabats, kaboom, kaboots. Bam! Dood. Ja, Barry Please, jij bent de baas. Barry Please, de baas. Hij kan fire punch en allemaal fire. En faint attack. Faint attack is ook awesome. Zo van, zo zie je me. En zo niet meer, maar toch wel weer. Oké, zo iets in die zin. Ik kan niet wachten tot hij nog een aanval leert. Ik zou niet verliezen als ik niet aan het skiën was. Nou, dan moet je gewoon niet gaan skiën. Zo simpel is dat toch? Je hebt je eigen reden bedacht waarom je aan het verliezen bent. Oké, als het goed is moeten we nog dit doen. En ik... Oh. Maar ik wil wel alle trainers verslaan. Dus hallo meneer. Op de skateboard. Hoe gaat het met u? Deze gym heeft een... slippery floor. Dat is een natte vloer. Nee, dat is een... Ja. Slippery. Dat is een gladde vloer. Het is leuk, of niet? Maar hey, we zijn geen spelletjes aan het spelen hier. Ik speel nou dit spel. Het heet DusDavidGames. Games is een game. En dit is een game. En jij noemt het geen spelletje. In de lucht. En zo. Je hebt een Swinub. Swinub heeft volgens mij een endure ding. Dacht ik. Ja, hier. Dat doet Swinub altijd. Dat is zo'n Swinub ding. En dan is mijn Fire Punch. Zorgt ervoor dat hij... niet 100% dood is. Ja, hier. Dan houdt hij altijd nog een klein beetje over van... hij had hem aanzien komen. Maar hij is wel bijna dood. Nou, dan doen we nog een keer faint attack. Zo zie je me niet meer. En zo zie je mij weer. Ja. Nou, dat was de Swinub. Hij was een goede gozer. Ik mocht hem wel. En nog een Swinub. Dus meteen die Swinub doen we precies hetzelfde. Alleen dan hopen wij dat hij niet de aanval zal gebruiken... die we verwachten dat hij zal gebruiken. Oh nee, ik doe faint attack. Dat heeft geen zin. Dus daarom zeggen de zwakste aanval... everything's fine. I don't even know how I did this, oké. Ik zit zo van, wat? Oh, oké. Zag je hoe serieus ik was? Ja man, die endure was wel echt heel serieus. Oké, let's just continue ahead. Bam, 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 bam. Dat is het waarschijnlijk wat groter, niet eens. Let's fight this guy. Hallo meneer. Hoe maakt u het? Hey, hey! Ben je ook aan het bibberen of ben jij bang om mee te vechten? Nou, ik ben zeker niet bang. Het is gewoon best wel koud hier. Ik had, laten we zeggen, me niet gekleed op deze kou. Meneer Deandré. Dat is dan André, maar dan Deandré. Ah, nou kijk, hij heeft een ziel. Dat is een water-Pokémon, maar ook tegelijk een ijs-Pokémon in de volgende evolutiestadium. Daar zitten wij Krabsalon in. Krabsalon is de enige Pokémon die hier tegenop kan. En go Krabsalon! Met jouw koele hand. Oh, hij gaat rusten. En de enige aanval waar Krabsalon goed aan is, dat is de aanval, hè. Stomp u! Ah! En dit moet ik dan met mijn voet doen. Dat werkt niet. En mijn hand, dat doet gewoon meer pijn. En dat vinden jullie denk ik grappig. Sommigen die vinden het grappig, sommigen niet. Maar ik denk dat het meerdere percentages zit van... Ah, Kees, dat is erg grappig, man. Hij heeft nog een Dewgong. Die is awesome. Die heb ik zelf ook. We hadden ook een Dewgong vs Dewgong gevecht kunnen doen, maar dat deden we niet. We doen gewoon lekker weer stompu. En ik moet gewoon... Au. Waarom doen we dit? Oh, dan gaat hij aanmoedigen dat ik encore doe. Dat is, dan zit hij zo van... Oh, wat mooi, mooi Kees. Doe het nog vaker, doe het vaker Kees. Dus ik van, is goed. Zo werkt die aanval. Hij doet Ice Shard. Dat doet niet heel veel. Dat doet 3 damage. Nou, echt de damage. Ik doe gewoon weer stomp. Au. Vervelend toch weer. Ik vind het echt vervelend als ik die aanval doe. Het doet gewoon pijn. Oké, nou, dan zit hier nog een seal in. De seal, dus doen we gewoon ook weer stomp op. Of weet je, we doen de stomp nog een keer anders met de voet. Maar dat... oh, nog steeds de encore, ja. Ik ben nog steeds aangemoedigd om encore te doen. Ice Shard op mij. Wat doet het? Niet 1 damage. Prachtig. Nee, niet. Oh, mijn dijen. Oh, damn. Ik heb hier al zo'n tafel zitten en ik zit er dan net onder. En dan doet het best wel pijn. Maar dat maakt niet uit. Jullie hebben genoten van mijn pijn. Jij bent zo sterk. Het is schrikwekkend. Ja, man. Dat zeggen ze altijd tegen mij. Maar mensen van DusDavidGames, ik bedank jullie dan ook weer voor het kijken van deze aflevering. Doe even een duimpje omhoog. Hier in de beschrijving staat mijn kanaal. Ik upload van alles. Ook Kingdom Medusa. Ik ben leider Kingdom Medusa. Yay. Dan kan je erop abonneren. Dan krijg je alle content te zien in de mailbox, subscriberbox ding. Hieronder staat ook mijn Twitter. Volg me, mijn Skype als je me wilt toevoegen. En al die poep. Plaats ook even de reactie en dan check ik jullie later. Later!